Ik teken eigenlijk soms als we wel al gevisualiseerd hebben hoe een dag er gaat uitzien, maar dat als dingen dan plots veranderen, ja, dan, en je hebt niet onmiddellijk je materiaal, zoals je ziet, ja, hangt het hier aan de muur, die heb ik niet altijd bij natuurlijk, dan tekenen wij wat er eigenlijk gaat veranderen. In dit geval was het van dat we onverwachts bezoek kregen toen we eigenlijk van opa en oma gingen thuiskomen. En om Lucas daarop voor te bereiden van ja, dat dat bezoek nog zou komen als we thuis waren, heb ik eigenlijk een stukje vroeger begonnen. Hè, van hier bij opa en oma gaan we nog in bad, we doen onze kleren aan, we gaan naar huis. We gaan eten, jij mag op de computer, maar de deurbel zal gaan en dan komt er bezoek. Maar jij mag kiezen, je mag spelen zoals je wil. Daarna gaan we nog avondeten, tv kijken en naar bed. Hè. Dus de gewone elementen van zijn routine die blijven, hè, van wat er sowieso al gepland was. Maar de verandering wordt eigenlijk dan middenin ingepland. Voor hem is het belangrijk om te visualiseren. Ja, eigenlijk als je dat alleen zou vertellen, dan, ja, dan is hij dat kwijt. Dan hoort hij het misschien maar half en dan weet hij het zeker een tijdje later niet meer. Au mois d'avril, on a eu un feu de cheminée, donc qui s'est déclaré ici. Donc, on ne sait pas tellement si Luna a vraiment eu peur du feu en tant que tel. Je crois qu'elle a eu peur de la panique, parce que moi j'ai eu très très peur. Hein. Ça fait énormément de bruit. Il y avait des flammes qui sortaient par la cheminée. Il y avait plein de gens ici devant, donc qui regardaient au-dessus de la maison. Et donc, j'ai fait sortir tout le monde. Ses sœurs ont beaucoup pleuré. Elle n'a pas pleuré ce jour-là. Donc, les pompiers sont venus, etc. Donc, on a cru que elle n'avait pas eu peur, mais en fait, le lendemain, enfin à partir du lendemain, on s'est rendu compte que chaque fois qu'elle sortait de la maison, elle disait « Ouh, le feu », et elle avait très très peur, elle regardait en haut. Et chaque fois qu'on revenait aussi, donc elle regardait toujours au-dessus de la maison, elle avait très très peur. Mais vraiment, c'était une peur assez panique. Et donc en fait, mon épouse a dit, enfin donc elle en a parlé aussi avec le Sousa, elle a dit « Peut-être que par picto, on pourrait y arriver ». Donc elle était sur Internet, elle a cherché des photos de feu, des photos de pompiers, etc. Et donc on lui a fait une séquence, quand il y a un feu dans la cheminée, voici ce que ça peut donner, les pompiers qui arrivent, et puis il n'y a plus de feu. Et donc on l'a utilisé deux fois, et c'était fini, on n'a plus jamais eu à utiliser, la peur est partie. Dit is een, ja, een verduidelijking. Lucas werd vorig jaar op vakantie ziek. En hij moest heel vieze siroop nemen, twee vieze siropen dan nog. En dat moest 4 keer per dag gebeuren, dus dat was voor hem echt wel heel vervelend. Ik heb hem proberen verduidelijken hoeveel hij moest nemen van welke siroop. En dat er na elke siroop dan toch ook wel een glaasje Fanta kwam, wat voor hem dan een stukje belonend werkte. En daarnaast heb ik eigenlijk voor hem proberen verduidelijken van oké, het moet, ik dacht 9 dagen lang denk ik, en 4 keer per dag. Dus ik kon eigenlijk elke dag dan afvinken of elke keer als hij zijn siroop genomen had van ja, afvinken dat het al voorbij was. Zo had hij een zicht erop van hoe lang het nog zou duren en wanneer het dan echt gedaan was. Anders wou je de siroop niet nemen? Nee, anders wou je die absoluut niet nemen.